TBN, Prime Alert, die had er een vraaggesprek met gewezen parlementariër, thans adviseur van de politieke partij DOE, Karel Breeveld. En met hem spraken wij over politiek Suriname, maar ook nog hoe hij kijkt naar het functioneren van onze huidige parlement. Daarnaast hebben wij met de heer Breeveld gesproken over een aantal andere zaken, welke nu spelen in de samenleving. U hoort gewezen parlementariër, tevens adviseur van DOE, Karel Breeveld. Dat is weer na lange tijd. Hoe is het met u? Gaat goed met me. Ja, de gezondheid, het gaat steeds beter. Na mijn prostaatoperatie, et cetera. Het was inderdaad een moeilijke tijd, 6 maanden. Maar ik ben er doorheen gekomen. En ja, nu mag ik weer verder. Dus ik ben heel erg positief gestemd. Hoe is het met de heer Breeveld en de politiek nu? Nou, nog altijd met de politiek bezig. En we moeten met de politiek bezig blijven. Omdat het te maken heeft met de samenleving, heeft te maken met het bestuur, heeft te maken met hoe het gaat met burgers, hoe beleid gemaakt wordt. Dus we blijven altijd betrokken in de politiek wat dat betreft. En we vinden dat we echt de vinger aan de pols moeten blijven houden als het gaat om de politiek. Actief bent u nog binnen de DOE? Ja, ik ben adviseur in de partij. Dus ik adviseer het bestuur. Ik adviseer individuele personen die aspiraties hebben. Dat is eigenlijk mijn werk, mijn rol. Een beetje seniority, hè? Dat je overdraagt wat je hebt geleerd, ontvangen hebt, ontdekt hebt, gezien hebt. Zodat zeker de fouten die je gemaakt hebt, dat zij die fouten niet maken. Maar dat de goede dingen die gedaan zijn, dat die ook kunnen worden overgenomen eventueel. En hoe is het met het DOE zelf? Nou, DOE maakt het goed. We hebben natuurlijk nogal wat werk te verrichten. We zijn in de startblokken om de verkiezingscampagne in te gaan. En het betekent hard werken, behoorlijk trekken aan kernen, herstimuleren van kernen die er zijn of nieuwe kernen opzetten. Dat is vooral wat we nu aan het doen zijn. En wat betekent die landelijke evenredigheid voor de DOE? Ja, nou, het is een voordelig model en wij hebben altijd erover gepraat. Sinds 2010, toen we met 12.000, bijna 13.000 stemmen binnenkwamen met 1 zetel. Toen hebben we ook bij herhaling gezegd, dit stelsel klopt niet, het deugt niet. Het kan niet zijn dat DOE met 12.000 zoveel stemmen met 1 zetel in het parlement zit en er mensen zijn met 11.000 en 5 zetels hebben in het parlement. Dat kan niet. Dat mijn rechtvaardigheidsgevoel kwam ook in opstand steeds. Dus ik heb steeds bij herhaling, maar ook de partij bij herhaling gezegd, we moeten niet in situaties blijven waarin we zijn. Er is een landelijk evenredigheidsstelsel nodig. Dus we hebben geroepen en we zijn zeer dankbaar dat mevrouw Esser die stap genomen heeft naar het Constitutioneel Hof. En dat van daaruit het uiteindelijk geworden is wat het is geworden. Namelijk een het gewicht van elke stem. Kijk, one man, one vote zegt men. Maar het was altijd one man, one vote. Dat was het al. Maar het gewicht van de votes, van de zetels, van de stemmen, dat verschilde. En dat is nu gelijk getrokken. Want we weten dat overal in het land er wel mensen zijn die wilden stemmen op DOE. Maar we hadden niet de financiën om in alle 10 kiesdistricten, want we zijn heel eerlijk, we konden niet overal zijn. Omdat je veel geld moet hebben, zeker als je naar het binnenland moet en verre districten. Dus we hebben altijd geprobeerd waar we de mogelijkheid hadden. Omdat het juist niet landelijk was. Maar nu is het landelijk, dus we kunnen landelijk overal gaan. En mensen kunnen landelijk gewoon hun stem uitbrengen voor de mensen die op de lijst staan. Ja. En moet dat nog, doe dat nog gaan onderzoeken hoe sterk ze zijn landelijk en in, de, ja, in alle districten? Ja, natuurlijk. Peilingen zijn nodig, hè, om te weten van hoe sterk je bent en waar je behoorlijk moet inzetten. Maar we hebben nu een samenwerking met A20. En net zoals de voorzitter gezegd heeft, in sommige districten is de ene sterker, in de andere de andere. Nou, dan gaan we op die manier elkaar aanvullen. En ik geloof in completeren, in aanvullen van elkaar. Dus het lijkt mij dat het wel zeker kan zijn dat we in alle districten inderdaad ook echt een behoorlijke gooi kunnen doen. Had u ook een adviserende rol moeten brengen bij wat vandaag beklonken is geworden, de samenwerking tussen A20 en DOE? Ja, ik heb zeker geadviseerd dat we samen moeten gaan. Een heleboel dingen die A20 zegt en DOE zegt, zijn dingen die hetzelfde zijn, min of meer.
Dus je kijkt naar overeenkomsten. Er zijn ook verschillen, maar de overeenkomsten zijn meer dan verschillen. En als je kijkt in vooral het algemeen belang, is het belangrijk dat krachten gebundeld worden. Dat je geen verspilling hebt van energie, van geld, van tijd, van menskracht. Maar dat je samen aanvult en samen optrekt. Waardoor je ook veel beter voor de dag kan komen. Twee is beter dan één. En ik denk dat als je samenkomt, je inderdaad veel meer kan bereiken. Dit is niet opgaan, maar dit is gewoon lijstverbintenis. Ja, klopt. Het is een lijstverbintenis, kan je zeggen. Waarbij we zeggen, zowel kandidaten van Doe als kandidaten van A20 komen op dezelfde lijst. En natuurlijk, het is het politiek systeem dat ons ook hiertoe heeft gedwongen. U weet, politieke combinaties die mogen niet, die zijn verboden volgens de wet. Dus die kunnen niet meedoen aan de verkiezingen. Je moet individueel als partij, maar goed, partijen zijn wijs genoeg om andere mogelijkheden te zoeken. Dan ga je naar een lijstverbinding en dat is wat we hebben gedaan. Heer Breeveld, waaraan stoort u zich thans het meest wanneer het aankomt op politiek Suriname? Ja, ik vind het heel jammer dat nog heel veel mensen in armoede leven. Dat mensen inderdaad nog steeds er zijn die zonder huis het moeten doen. Dus huisvestingsproblematiek. Het stoort mij de manier waarop de gezondheidszorg kwakkelt. Want mensen, hun gezondheid is van groot, groot, groot belang. Ik zie op onderwijsgebied ook dat er beter gecommuniceerd moet worden vanuit het ministerie naar het veld toe. Er worden te veel beslissingen en standpunten genomen zonder actoren te raadplegen. Waardoor er ook geen overeenstemming is en ook niet gezamenlijk dan gewerkt kan worden aan doelen die men nastreeft. Dus dat hindert mij heel erg. Tegelijkertijd zie ik in bijvoorbeeld de criminaliteit dat de verruwing onder jongeren steeds groter wordt. We staan versteld van de tieners die worden gepakt door de politie, die betrokken zijn bij serieuze misdrijven. Tieners, jongens van 12, 13, 14, 15, 16 jaar. Gangs die ontstaan op scholen. Ik denk, dit moet inderdaad ingedamd worden. Dit moet absoluut anders. Dus we hebben wat dat betreft een aantal zaken waarvan we denken, het moet beter. Het moet absoluut beter. En ik denk dat de regering Santokki natuurlijk macro zijn best gedaan heeft. Zeker in combinatie met het IMF. Maar tegelijkertijd is vergeten die samenleving zelf. Dus het is maar tijdenberen. Dat binnen de dide. En dan kan je mooi zeggen, ja, de cijfers zien er goed uit enzovoort. Maar dan gaan mensen dood. Dat is niet wat de bedoeling is, toch? Dus het sociaal programma is slecht. En ik denk dat het iets is waar de regering Santokki serieus naar moet kijken. Een bekend terrein voor u, het parlement. Ik neem aan dat u de zaken vandaar ook volgt. Ja. 4 jaar zit dit parlement eraan, heer Breeveld. Hun prestaties? Ja, ik denk dat er beter gepresteerd kan worden en we veel meer kunnen bereiken wanneer we een beetje al die persoonlijke issues opzij zetten. We verliezen vreselijk veel tijd, vreselijk veel geld ook, vreselijk veel energie. Ik kan heugen dat toen u daar zat, u altijd hier overal klaagde. Exact, en het is niet beter geworden. Ik snap niet waarom mensen zo op de persoonlijke tour moeten gaan elke keer. Laten we bij de issue blijven, hoor. Laten we de issues behandelen en laten we tijd, waardoor we sneller door de processen heen komen, sneller wetten aannemen, sneller zaken realiseren voor het land. Maar ik heb me echt niet geïnteresseerd, hoor, in al die persoonlijke babbeltjes en zo. En het lijkt alsof we het niet leren. Kunnen we een keertje stoppen en kunnen we een beetje meer naar de business toe, naar de zakelijke kant? Dat is waar ik voor pleit. Dus in dat opzicht vind ik niet dat we heel erg vooruit te gaan zijn. Tegelijkertijd is het zo dat ik moet zeggen dat als mensen willen, het echt anders kan. Maar de wil moet aanwezig zijn. Ja. En enkele uren geleden, dus woensdagmiddag, heeft de vicepresident zijn hart gelucht bij de media. En hij heeft een boekje geopend. Het zijn in feite geen zaken die we niet wisten. Maar nu durft hij wel zaken duidelijker aan te geven over die moeilijke samenwerking binnen de coalitie. Kan dat ooit gezond zijn voor een natie, heer Breeveld? Ik denk absoluut niet. Dit is niet wat we moeten hebben. Dit is een manier waarop politiek gevoerd wordt
wat niet juist is. En het zijn staatsmensen. Staatsmensen moeten zich als staatsmensen gedragen. Je hebt een constellatie, grondwettelijke constellatie, dat er een president is, een vicepresident. Een regering behoort één en ondeelbaar te zijn. Dus de regering moet als uit één mond praten. Anders moet je niet in die regering zitten. Je gaat in de regering omdat je gezamenlijk beleid wil maken ten behoeve van die bevolking. En als je dan niet in staat bent om met elkaar gezamenlijk dat beleid, dat eenduidig beleid neer te zetten, dan is het absoluut een brevet van ongeschiktheid wat ik dan moet geven aan zo'n vicepresident die dit komt verklaren. Want dan zeg ik, nee, meneer, je bent in die partij, je bent in de coalitie gestapt, je bent een vicepresident. Eigenlijk is het niet de regering Santokki-Brunswijk, het is de regering Santokki, punt. Het is de regering Biden in Amerika. Het is de regering Rutte geweest. Het is nu de regering Schoof. Er komt geen enkele tweede naam erbij. Dus wat dat betreft, er is één kapitein op het schip. En grondwettelijk. En die kapitein benoemt en ontslaat zich de grondwet. Maar die kapitein die we nu hebben, die is bang om te ontslaan. Waardoor er power ontstaat aan deze kant. Om maar te chanteren en dwars te liggen en allerlei dingen te doen. En, want ja, de boel moet bij elkaar gehouden worden. Dus, maar we moeten een beetje volwassener worden, vind ik, in dit land. Als we politiek en de politiek bezig zijn, stoppen met dat persoonlijk gebabbel van ons. En meer gaan naar, wat kunnen we samen doen? Welk beleid maken we voor Suriname? Daar moeten we naartoe. En dit is absoluut below the belt als zulke verhalen nu komen. Want dan had je al lang moeten opstappen. If you're a gentleman, you just go. You just say, I'm going. Want dit ga ik niet meer nemen. Maar je laat dat ding, je houdt dat ding. Want je hebt belangen die je waarschijnlijk nog moet regelen en in orde moet krijgen. En dan kom jij nu met een verhaal. Ik vind dat absoluut niet netjes. Dat zou niet mogen. We hebben ook de voorzitter van Passie voor Suriname, mevrouw Jennifer van Dijk-Silos, gehoord. Die ook aangeeft dat wat u daarnet ook aangaf, dat op weg naar de verkiezingen men meer persoonlijk, te veel persoonlijke aanvallen. Wat vindt u zelf daarvan? Ja, maar dat is nou het punt, hè. Is dat nou wat we willen voor ons land? Dat we elkaar voor rotte vis blijven uitschelden. Dat we met persoonlijke aanvallen blijven komen. Dat we alsmaar elkaar bekladden. Is dat het niveau wat we willen? Of is het niveau van, hey, hoe gaan we het onderwijs verbeteren? Hoe gaan we dit ons inzetten om een betere huisvestingsbeleid te voeren? Hoe gaan we ons inzetten om onze kinderen de mogelijkheid te geven om vlot en goed door te kunnen studeren? Dat zijn de issues. En we kunnen niet gaan op persoonlijke toeren om maar te gaan zitten in een soort boksring om elkaar maar te verslaan. Ik vind dat niet juist, niet nodig en ik vind het onvolwassen. We moeten een beetje naar een hoger niveau. En ik vraag ook gewoon van deze plaats uit naar de bevolking. We moeten dit niet meer accepteren. Volk van Suriname, accepteer dit niet meer. Want je lacht er misschien om. Je geniet misschien van een soort gevecht tussen twee leiders of whatever. Maar wat levert het ons op? Het levert ons de facto niets op. En jij gaat in jouw probleem blijven zitten. We moeten eisen dat leiders op een verantwoorde manier omgaan met hun rol. Dat ze voorbeeldfiguren zijn. Dat ze weten waar ze over praten. Dat ze inderdaad mensen inspireren. En dat ze niet maar proberen elke keer de negatieve dingen van anderen steeds naar boven te halen. Want daarmee is eigenlijk de weg geplaveid voor alleen maar neergang. Dus doe zal erop letten, heer Breveld, dat ze een clean campagne voeren. Doe heeft altijd een clean campagne gevoerd. We zijn 25 jaar dit jaar, 2 december bestaan we 25 jaar. En van Doe is bekend dat wij niet met vuil smijten. Wij zijn een partij die de ethiek hoog houdt. En we vinden dat ook in de politiek je de ethische normen en waarden hoog moet houden. Dus vanuit dat oogpunt, ja, is dat de manier waarop we ons profileren. We kunnen niet anders. This is the way how we do it. En we stimuleren andere partijen om dat ook te doen.